Zorgsector wil hulp van horecapersoneel. Eigenaar kookwasserij weer op vrije voeten. En tennisclubs zien forse toename van aantal leden. De Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, de NNCZ, zoekt horecapersoneel dat tijdelijk betaald bij wil springen in zorginstellingen. De NNCZ heeft onder meer woonzorgcentra in Hogeveen en Hollandse Veld. Volgens de organisatie zijn er steeds minder medewerkers in de zorg beschikbaar, terwijl de hoeveelheid werk juist toeneemt. Tegelijkertijd wordt ook de horecasector hard geraakt. Horecapersoneel dat thuis zit vanwege de verplichte sluiting kan zich melden bij de NNCZ. De eigenaar van de manege bij Nijenveen, waar een grote cocaïnewasserij werd gevonden, is weer op vrije voeten. De 64-jarige man blijft wel verdachte. Begin augustus deed de politie een inval in de manege. Daarbij werden toen 16 mensen opgepakt. In de manege werd cocaïne uit producten gehaald. De druk zat verstopt in houtskool. Volgens de politie gaat het om de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is ontdekt. We hebben ruim 50 man zijn lid geworden. En van die 50, ruim 50 zijn er ongeveer 25 lid gebleven. En het was een ongekend succes. Van de zomer hebben wij bijna 80 nieuwe leden mogen begroeten, voor tijdelijk zeg maar. Tennisclubs in onze provincie zien het aantal leden stijgen door de coronacrisis. Mensen die beginnen met sporten zijn onder meer lid geworden. Maar ook voetballers en volleyballers, waarvan de competitie nu opnieuw is stilgelegd. Zo ook familie De Vries uit Emmen. Een echte volleybalfamilie die nu fanatiek aan het tennis is geslagen. Nou ja, ik ben zelf begonnen met tennis omdat het volleybal stopte in maart. En mijn ouders hebben altijd getennist, dus we hadden nog wel wat rackets thuis liggen. Dus ik ben zelf gaan tennissen en dat fanatiek gaan doen. En zo fanatiek dat ik nu ook oprecht op tennis zit en één keer in de week train. En in het weekend nu zijn de volleybalwedstrijden afgelast. Dus gaan we nu lekker tennissen, want dat mag nog wel. Her en der klinken er soms dan ook nog wat verdwaalde volleybalkreten over de tennisbaan. Want het is nog wel even wennen. Ja, heel apart. Volleybal is natuurlijk echt een teamsport. Je doet het echt samen en tennis sta je er echt alleen voor. En als jij die bal in het net slaat, dan ben jij degene die het fout doet. En er is niemand anders die daar wat aan kan doen. En met volleybal ben je altijd afhankelijk van anderen. Dus het is heel verschillend, maar allebei vind ik het echt heel erg leuk. Volleyballers en voetballers die hebben van nature al wel wat aanleg voor de bal. Goede timing. Dus die kunnen al vrij snel zich redden op de baan. In Zuid-Laren stelt de club de banen open voor leden van sportclubs die niet mogen sporten. Jeremy Funt is een voetballer die enthousiast is geraakt. Nou, ik ben zelf lid van de voetbalvereniging. Ik had een abonnement bij de sportschool en dat sloot allemaal. En dan wil je toch wat blijven doen. Dus toen kwam dit abonnement voorbij. Ja, dan is dit een hele leuke uitkomst. Want er bleef ook heel weinig over, moet ik zeggen. Het is heel iets anders, een hele andere sport. Maar wel een hele leuke uitkomst als alles stilvalt. Femke en Jeremy blijven in ieder geval tennissen. Ook als volleybal en voetbal weer mag beginnen. De tennisclubs in Emmen en Zuid-Laren, die hebben nog steeds kortingsacties om mensen te stimuleren in beweging te blijven. Eva, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Eva uit Assen kreeg vorig jaar 27.000 kaartjes op haar derde verjaardag. En dit jaar staat er iets anders op haar verlanglijstje. 4 miljoen euro. Dat bedrag is nodig om onderzoek naar Ewan Sarcoma te financieren. Dat is een zeldzame vorm van botkanker die bij Eva werd geconstateerd. Ze weten niet goed hoe het Ewan Sarcoma ontstaat. Er wordt momenteel ook geen onderzoek naar gedaan in Nederland. Om dat te ondersteunen willen we eigenlijk een heel onderzoek van begin tot het eind kunnen financieren. En daar is 4 miljoen euro voor nodig. Dus wij willen eigenlijk mensen oproepen om in plaats van een verjaardagskaartje of cadeautje of blon, nou een donatie te doen op onze website. Eva, je bent lief. Het gaat inmiddels gelukkig een stuk beter met Eva. De behandeling is goed aangeslagen en ze is schoonverklaard. Het gaat heel erg goed met Eva. Ja, Eva is fit en vrolijk. Ze is niet beter, zoals je dat mag noemen. Ze is schoonverklaard. En dat houdt eigenlijk in dat ze nu geen aanwijzingen zien voor actieve tumorcellen. Maar ze blijft wel streng onder controle. De eerste paar jaar sowieso elke 3 maanden. We hopen gewoon dat het niet weer terugkomt. Hallo lieve Eva. Je moet snel beter worden. Eva en haar ouders hebben de stichting Eva opgericht om geld voor onderzoek op te halen. Maar ook om steun te bieden aan mensen die met de zeldzame ziekte te maken hebben. We hebben het afgelopen jaar ook wel zelf ervaren hoe het is als mensen voor je klaarstaan. Ik denk dat wij dat nu eigenlijk ook willen doen. We willen voor anderen klaarstaan die ook te maken krijgen in de toekomst met het Ewing-sarcoom. Je bent ook bijna jarig toch, Eva?
Ja. Als jij straks jarig bent, wat wil je voor je verjaardag hebben dan? Sint doneren. Voor stichting Kies Peter te maken. Ja. Eva wordt op 26 oktober 4. En als je een verjaardagsdonatie wil geven, kijk dan op de website stichting-juwensacoom.com. Hou je lief, Eva. Ja. Na een week hameren, schroeven en boren is Drenthe een nieuw dorprijker. De bouwers, bijna 200 kinderen. En aan simpele rijtjeswoningen doen ze niet. Best grote hut. Met 2 glijbanen, 1 klimmuur, een trap en 3 verdiepingen. Een glijbaan, een schommel en heel veel verdiepings. Een hut met, die een beetje huiselijk is. Zoals en een beetje met spul te stellen. Zoals een schommel, een wipwap en een glijbaan en een bad en een wc. En dat allemaal in 1 week tijd. De bouwvakkers zijn 6 tot en met 15 jaar. Uiteraard was er wel bouwtoezicht. We hebben onze toezichthouders. Elke hut heeft een opzichter. Die hebben allemaal een hesje aan. Die weten wat ze moeten doen. Alle kinderen hebben vergunningen aan moeten vragen bij elke verdieping, bij een brug, bij een balkon. Hebben ze allemaal vergunningen moeten aanvragen. Dat is keurig gedaan. En als het stevig genoeg was, goed genoeg was, mochten ze verder bouwen. En daar is toezicht op. Dus gaat goed. Het is voor het eerst dat er een timmerdorp in Dwingelo is. Het mooie is dat je hier meerdere dagen mee kan vullen, zeg maar. Dus we hebben de hele vakantie zijn de kinderen aan de slag geweest. En het mooie is dat ze buiten aan de gang zijn. Ze hebben mooi weer bij gehad. En het is een keer wat anders dan achter de iPad, hè. En zo'n week voor bouwvakken spelen, dat is best buffelen voor de kinderen. Dat moet je dan allemaal op elkaar krijgen en zo, al die pallets. En dat is ook best lastig. Doorwerken en soms ook een beetje spelen en grapjes maken, maar ook doorwerken. Vertel eens eventjes, wat moeten wij weten van deze woning? Als alle bouwwerken klaar zijn, controleert de burgemeester met een makelaar de woningen. Gelukkig voor de bouwers, geen verhoging van de OZB, maar ze krijgen allemaal wel een diploma voor al het harde werken. En de hutten? Die laten we staan. Volgend weekend zijn we ook geopend. Kunnen ze allemaal terugkomen om nog even te spelen. En wat we later gaan doen, we zijn al wat plannen aan het maken om er misschien een lasergame terrein of een paintball terrein tijdelijk van te maken. Maar dat gaan we nog even zien. Vanavond is het helder en koelt het af tot zo'n 5 graden. In de nacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe zon, maar er kan ook wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het dan 11 graden. En ook maandag is het overwegend bewolkt, maar het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij 13 graden. Dinsdag is het wat wisselvallig met kans op lichte regen. Woensdag is het ook regenachtig, dat bij een vrij krachtige wind. De temperatuur loopt dan wel op tot mogelijk 17 graden. En tot zover deze Drenthe Nu. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag tot morgen.